Afgelopen zaterdag werd het 50-jarig bestaan van het ijshockey in Nijmegen gevierd. In het Triavium waren er door de Devils in de ochtend verschillende activiteiten gepland. Later op de middag was er een All-Star Game met oud-spelers van de ijshockeyclub. De sfeer is prima. Alle oud-jongens die komen weer bij elkaar. En dan zie je toch dat heel snel die oud-verhalen en we hebben natuurlijk een behoorlijke historie weer te boven komen. En het is gewoon mooi om te zien dat die jongens elkaar weer allemaal om de nek vliegen. En eigenlijk net of het gisteren was, maar ze zijn inmiddels wel misschien 10, 15 jaar ouder. We zijn natuurlijk al de hele dag bezig hè, met allerlei jeugdactiviteiten. Half drie gaan we starten met de All-Star Game. Daarna gaat ons eerste team spelen tegen een Duits team, Dienstlaken. En we sluiten af met een feestavond zoals het hoort. Iedereen die het ijshockey in Nijmegen kent, die weet dat we heel wat dalletjes hebben meegemaakt. Als je dan ziet dat we nu 6 jaar aan het bouwen zijn, vanaf nul weer naar waar we nu staan en dan nu 50 jaar kunnen vieren, ja, is gewoon heel bijzonder. Ik krijg alleen maar kippenvel van en super trots voor iedereen die eraan meegewerkt heeft. En eigenlijk, Nijmegen mag ook super trots zijn dat er zo'n sterke club hier gewoon iedere keer weer staat. Eerlijkheid gebied te zeggen, we hebben natuurlijk iedereen gevraagd, gebeld, gedaan wat die we nog konden vinden. Want ja, iedereen vliegt ook weer uit hè, naar andere steden of naar hun eigen land, hè, Canadezen. Er waren een aantal Canadezen die ook graag wilden komen, maar voor 2 dagen overkomen, dan ja, is het toch best wel prijzig. Dus dat is aan de ene kant een beetje jammer. Aan de andere kant, alles wat oudspeler is, wat weer terug is, eigenlijk vanaf 68 tot een jaar geleden, zeg maar. Daar zijn allemaal, uit al die leeftijdsgroepen zijn nu mensen bij elkaar. En dat is natuurlijk wel uniek. Vele helden van vroeger trokken nog 1 keer de schaatsen en de uitrusting aan. Ronnie Plamont en Honoré Loos zijn 2 van die oudspelers. En die keken erg uit naar deze wedstrijd. Ik denk dat het leuk is, alle oude jongens weer te zien. Een beetje de historie van de club. Hoe het begonnen is en waar we nu staan. Dus ja, ik heb er zin in. Ik vind het leuk. Het is gezellig. Jongens zijn iets ouder geworden, maar voor de rest de oude verhalen komen weer boven. Het is gewoon leuk om elkaar weer te zien na zoveel jaar. En aan het potje te spelen en wat er voor spelen terecht komt. Ja. Dan moet ik even afwachten, het is een tijdje geleden, maar we zullen zien wat het wordt. Ik vind het natuurlijk te gek dat jullie op deze manier de 50-jarig bestaan viert. Leuk om alle oudspelers weer bij elkaar te zien en herinneringen op te halen uiteraard. En aangezien ik hier 7 jaar lang gespeeld heb, moet ik zeggen dat ik het gewoon echt heel leuk vind. Ja, de sfeer is gelijk als van oud, alsof je nooit bent weg geweest moet ik zeggen. We zijn allemaal een stuk ouder natuurlijk. Maar ja, voor mijn gevoel is dat allemaal weer hetzelfde. Ja, het feit dat we die wedstrijd gaan spelen, dat moet ik nog even kijken wat ik daarvan ga vinden. Want ja, ik heb gewoon al 10 jaar lang niks meer gedaan. Maar ja, ze zeggen dat net zo is als fietsen, dat je niet verleert. Dus we zien het wel.